ongeveer. Als je een keer een lijk moet verstoppen, dan is dit wel de plek. En er is hier al best wel een apart sfeertje. Stilte was echt ziek indrukwekkend. Krakende moes. Wie wilde nou dat ze moes kraakt? Het is maandag en het lijkt een normale maandag, maar het is 1 juni. Dat betekent dat vandaag de cafés en de terrassen weer open zijn. En vanavond is er iets heel bijzonders waar ik misschien naartoe ga. En vanmorgen is er ook iets bijzonders, want ik ga, als het goed is, samen met de buurman mijn kraan repareren, want die is stuk. En dat is heel irritant in de keuken. Ik heb al een paar dagen niet echt water in de keuken. En ik had gevraagd of een klusjesman me kon helpen ermee, maar die had pas over een maand weer tijd. En de loodgieter zit het tot september vol. Dus ga ik het maar zelf proberen. Met de buurman, gelukkig. Daarvoor moet ik eerst even naar een bouwmarkt om een kraan te kopen. Als ze die tenminste nog hebben. Het is bizar druk. Tenminste, er staat een lange rij. Misschien is het niet zo heel druk. Kranen. Juist, de kraan was niet op voorraad, dus sloten we achter in de rij aan bij de volgende bouwmarkt. Keukenkranen. Nou, dit is hem denk ik. Dit vind ik dus een goed idee. Lekker bitterballetje onder de douche. Jelle gaat nu mijn constructie eraf draaien die ik had gemaakt om het lekker te stoppen. Als je het zaterdag dicht zit. Er staat denk ik wat druk op. Oh my god. Rijdt hij? Ja. Oké. Okay. Ja, daar komt hij. Oh. Oh, viel mee. Het werkte wel. Zo lekt hij. Het lijkt niet veel, maar dit was gewoon een emmer per uur. Nu wist de buurman mij gelukkig te vertellen dat je, voordat je met een kraan aan de slag gaat, eerst het water moet afsluiten. En die knop zit bij mij in een heel spooky gangetje onder mijn huis. De geheime gang onder ons huis. Ik kom er niet terecht. Dit is helemaal spannend. Dit is echt een horror. Als je een keer een lijk moet verstoppen, dan is dit er wel de plek. Dit zwarte gat, kun je of je iets kan zien. Dit is onder mijn huis. En er liggen hier allerlei flessen. Alsof de zwervers hebben geslapen. Links? Omdraaien. Rechts. Ja, die kant op. Nou, de nieuwe kraan hangt. Dankzij buurman Erik. Ziet er netjes uit. En Erik loopt nu naar beneden weer naar de spooky gang om de leiding open te zetten. Hoe heet dat? De hoofdkraan. Oh ja. Oh, ja. Ja, hij staat open. Ja. De kraan is gefixt. Deze maandag is nu al een nuttige dag. Ik ben er heel blij mee, want ik was echt bang dat dit nog maanden ging duren. En dat ik maanden geen water had in de keuken. Maar het was eigenlijk echt een heel simpel klusje. Ik had het misschien ook wel zelf gekund. De volgende keer kan ik het zelf. Maar nu in ieder geval heel veel dank aan buurman Erik. Jongens. En blijkbaar was de kraan zowel warm als koud echt langzaam verstopt aan het raken. Dus ik heb nu een hele harde straal. Dit is toch ook wat. Al mijn planten doen het nog goed, leven nog. Behalve het plantje dat het minste verzorging nodig had. Het vetplantje. Wat is dit? Hoe kan dit? Het is zover, het is 12 uur en we gaan lunchen bij Maddens. Oh, ik heb zo'n zin in die croque monsieur of de croque tuna melt die ze daar hebben. De laatste keer dat we dat hebben gegeten was het maart, denk ik. En ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat je 's morgens denkt, wat ga ik vandaag ontbijten of lunchen? Ik fiets even naar het dorp en ik ga lekker op het terrasje zitten. Zo lang geleden. Ik ben wel bang dat het heel druk is op het terras. Dat er echt een soort pretpark ontstaat met rijen en hekken. En dat je je ergens moet melden en dan naar een tafel wordt geleid. Want ik had gereserveerd voor 7 personen. Zodat we met de hele vriendengroep, de piemelparty, op het terras konden gaan zitten. Maar je mocht maar met maximaal 2 huishoudens daar zijn. Dus uiteindelijk gaan we met z'n drieën. Jelle, Bram en ik. Bright flash. Een beetje alsof er een festival aan de gang is. Zit in de klok? Ja. Yay! Hi. Hallo, hallo.
zin in? Zeker. Ik soms wel een beetje vraagjes over je gezond je dan niet bent. Ik moet een beetje denken aan zoals je naar Amerika vliegt en dat je dan zo moet aankruisen of je van plan met een terroristische aanpak te plegen. Gesmaakt. Heerlijk. Was het zoals het de afgelopen maanden in onze fantasie was geworden? Veel beter. Veel beter, ja. Het was echt lekker romig ook. Oh. Zo, het was heel erg fijn. Lekker in de zon op het terras. En ik weet heus wel dat het eigenlijk allemaal nergens op slaat. Het is heus niet een soort eerste levensbehoefte om op het terras te zitten bij een restaurant. Maar het geeft wel een beetje aan dat het misschien langzaam weer een beetje normaal gaat worden in Nederland. En dat is heel fijn. Nu ga ik naar Amsterdam. Jelle gaat naar Groningen om te werken, maar eerst nog even langs huis. Ik lig even een beetje uit te buiken op de bank. Het was heel leuk en gezellig op het terras. Maar verder voel ik me een beetje meh vandaag. Gewoon een beetje, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb ook gewoon wel slecht geslapen, dus dat is een belangrijke reden. Maar ook wel omdat ik de hele dag op Twitter en nieuwssites al die berichten zie langskomen over politiegeweld in Amerika. En ik word er zo kwaad van en ik voel me dan zo machteloos. Ik had op Instagram gezet, ik kreeg heel veel tips van ja, je kan geld doneren aan stichtingen, je kan petities ondertekenen en is het ook wel goed misschien als ik me er over uitspreek. Maar ik vind het echt zo misselijkmakend om naar te kijken hoe politie hun macht misbruikt. En toen zei ik ook tegen Jelle gisteren of eergisteren van ja, ik wou dat ik kon protesteren, ik wil iets doen. En toen werd er een demonstratie aangekondigd vanavond in Amsterdam op de Dam. En toen dacht ik, ja, daar moet ik dan naartoe. Ik vind het wel best wel engig of zo. Want ja, ik verwacht dat het niet zo uit de hand loopt als in Amerika. Ja, dat hoop ik niet. Het is een vreedzaam protest tegen racisme en voor solidariteit. Maar toch vind ik het wel best wel spannend. Ik vind trouwens met de trein gaan ook best wel spannend. Ik moet een mondkapje op dus nu. Maar ja, ik vind gewoon, ik kan het niet aan mezelf verkopen om daar niet heen te gaan eigenlijk. Wacht voordat je woest begint te typen aan een boze reactie, die trouwens helemaal welkom is verder. Aan het einde van deze video vertel ik iets meer over het afstand houden op de Dam tijdens de demonstratie. Dus wacht dat even af en dan typ je weer lekker verder. Ik ben één keer in mijn leven bij een demonstratie geweest op het Malieveld in Den Haag. Ja, dat was in 1999, december 1999. Toen gingen we staken en demonstreren op het Malieveld tegen de tweede fase. Dat was een hervorming van het onderwijs, de middelbare school. Dus ik was toen een jaar of 14 of zo, dan gingen we met bussen naar Den Haag. En dat heeft best wel veel geholpen uiteindelijk. Er zijn best wel veel dingen veranderd nog. Maar het ging vooral een beetje voor de vrije dag natuurlijk en door de groepsdruk. Maar ik denk dat het gewoon goed is om te laten zien aan de rest van Nederland en aan de rest van de wereld dat we hier met veel mensen tegen protesteren. Ik had op mijn Instagram story al wat meer over gezegd, maar ik denk als je iemand bent die zegt hoezo Black Lives Matter, All Lives Matter, dan moet je daar echt even wat beter in verdiepen. En als je zegt dingen als maakt er niet uit welke kleur je bent, zwart, wit, al ben je blauw, dan zit je er denk ik ook naast. Want het maakt dus heel veel uit of je zwart bent of je wit bent. Want als je wit bent, zijn er gewoon bepaalde dingen in het leven makkelijker. Betekent niet dat je een makkelijk leven hebt, maar sommige dingen zijn gewoon makkelijker, ook in Nederland. En dat is eigenlijk echt vreselijk en ik zou heel graag willen dat dat verandert. En ik ben een witte man, ik heb die witte privileges, maar ik denk dat het dan juist goed is om te laten zien dat ik zwarte mensen in Nederland hierin wil steunen. Maar ja, dus ik ga zo naar Amsterdam om te protesteren. Doak komt waarschijnlijk ook en Jesse en Finn komen misschien ook. Dus dat is wel fijn dat ik daar niet in mijn eentje sta. Jelle moet helaas werken. Je hebt ook een sign, zie ik. Ja, oh. Is dat ook? Mag ik hem zien? Ja, natuurlijk mag jij die zien. White silence is violence. En op de achterkant Black Lives Matter. En een vuist. Jij vindt het ook wel spannend dus? Ja, ik vind het best wel spannend. Ik wel. Ik ga mee met de energie in de groep. Maar van de tegenpartij ben ik wel... Ik las op Twitter dat er ook wel white supremacists zijn. Oh man, dat vind ik wel eng. Ja, dat vind ik ook wel eng. Ja, en nu ook met die politie hier. Ik ben in Amsterdam.
was niet echt lekker in de trein met het mondkapje, maar goed. Het moet maar eventjes. En er is hier al best wel een apart sfeertje. Wel positief, maar wel strijdlustig is misschien het goede woord. Boos ook wel, denk ik. Veel goede protest signs zie ik. En ik loop nu naar de Dam. Daar zijn Jesse en Doak als het goed is al. En ja, ik ben echt benieuwd hoe dit gaat worden. Voel je ongemak bij het feit dat wij hier als witte boys zijn? Ja, misschien is solidariteit beter dan mijn ongemak. Vind je het spannend? Nee. Ik wel. Ja? Vijf agenten. Ik zit op mijn kruisje claimen, anders heb je geen plek straks. Okay. Er zijn kruisen gemaakt op het plein voor jullie veiligheid vanwege de coronamaatregelen. Dus neem uw plaats op de kruisen. Ken je me nog? Ja, met je. Ja. Stilte was echt ziek indrukwekkend. De demonstratie is voorbij. Ik ga maar naar huis. Ik vond het mega indrukwekkend eigenlijk. Het was wel druk, lastig om afstand te houden, maar ja, het was gewoon echt heel bijzonder. Ik ga het even laten bezinken en dan vertel ik je thuis nog even wat meer. Ik ben weer thuis, ik zit lekker buiten op mijn bankje en ik ga zo de bros krakende moes proberen. Krakende moes. Wie wilde nou dat ze moes kraakt? Zoals ik al zei, ik vond het echt een hele bijzondere, indrukwekkende bijeenkomst. Ik kon de sprekers niet allemaal goed verstaan, maar er kwamen een paar verhalen langs waarvan ik echt nog wel schrok, die ik best wel confronterend vond. Het voelde heel intens om met zo'n heel plein Black Lives Matter, Black Lives Matter te schreeuwen. En op een gegeven moment was het een minuut stil volgens mij. Dat was ook echt zo'n heel plein stil. Ja. Van tevoren was ik een beetje bang dat het ongepast of ongemakkelijk zou zijn om daar als wit persoon te gaan staan. Maar zoals Jesse volgens mij, ik weet niet of je het kon verstaan, maar Jesse zei het eigenlijk heel mooi, dat misschien het tonen van solidariteit zwaarder weegt dan je eigen witte ongemak. Verder heb ik me ook echt wel afgevraagd, is het slim of handig of goed om dit in mijn vlog te laten zien? Komt het dan niet over alsof ik even wil laten zien hoe woke ik wel niet ben? Kijk, meisjes even goed bezig zijn. En ik kan me best voorstellen dat je dat alsnog denkt, maar dat is in ieder geval absoluut niet mijn intentie geweest. Het enige wat volgens mij echt niet zo goed is gegaan, is het afstand houden. Van tevoren is best wel duidelijk gezegd, hou 1,5 meter afstand. En de organisatie had overal op het plein kruisen gezet waar je kon staan. Maar volgens mij waren er gewoon veel meer mensen gekomen dan ze hadden verwacht. Dus ja, dat ging gewoon bijna niet. Iedereen had mondkapjes en ik heb mijn handen gewassen en geprobeerd afstand te houden. Maar ja, dat lukte eigenlijk veel slechter dan we hadden gepland. Dus dat betreft was het eigenlijk misschien toch niet zo'n goed idee om erheen te gaan. Ja, aan de andere kant heb ik wel echt het gevoel dat ik iets heb meegemaakt wat zoveel indruk op me heeft gemaakt. Het blijft een gekke afweging, maar tijd voor de krakende moes. Kijk of het kraakt. Het kraakt. Het is gewoon een soort chocolademousse met stukjes chocola. Maar die stukjes chocola hebben niet zoveel smaak. Anyway, het was een enerverende dag van het repareren van mijn kraan tot de demonstratie in Amsterdam. Wees ook niet bang om in mijn comments jouw mening te laten weten. Om te zeggen dat je het niet met me eens bent. Om te zeggen dat je me sukkel vindt dat ik naar de demonstratie ben gegaan. Dat mag allemaal. Mijn comments hoeven echt niet alleen maar positive vibes te zijn. Ik vind het juist leuk om te leren. En ik ben altijd geïnteresseerd in andermans mening. Ik weet het ook niet allemaal en ik doe ook maar wat. Dus ik hoor graag van je. Kijk maar even.